Pontius had been looking forward to returning to the Bastion of Hope after a long time away from the Nightly Stronghold. Although the circumstances Bastion might of Hope, have been daar ben ik volgens mij een keer op vakantie geweest. It was time for the heroes to see er staat hier dat het de stronghold van de Knights is. And the wizard dus jij bent hier inderdaad vaker geweest, als het goed is. The Knights from being all turned into stone, and Valerius from being enslaved by the Clockwork Army. En waarschijnlijk een bossfight inderdaad. Dan krijgen we hulp weer van de ridders. Nee, daar gaan we maar vanuit. I remember the first time we sailed Corné. Here. Yeah? I was only a little mag boy ik mezelf swapping zijn? Decks on my father's ship. A ship? Pontius, you never told us of these adventures. Well, the thing was, I would always get seasick out in the open water. So, is it now, my is sister saying? Got the ship and then I bit my land legs. Is it a hamster ratje? Het is een... wacht. Nee. Tom moet aan de hendel trekken, dan kan hij verder naar achteren. Ja. En dan ga je daar een steen op leggen. Er is geen steen. Hieronder een hendel. Hieronder is nog een hendel voor jou, Corné. Dan moet je niet mijn lijn naar afduwen. Hallo, spring eroverheen. Ja. Dat is vuren, dus ik denk dat er zo'n ding van jou heen moet. Dat kan. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Hey, hier, ik kan zo'n steen pakken. Geef achterste steen. Ja. Hé, waarom kan ik niet de hendel doen? Kijk hoor. Je had hem moeten stoppen, Tom. Nee, ik moet... wachten. De hendel, je doet dat kleine metalen dingetje bewegen. Ja, die doe ik nu weer terug. Dan gooi ik de steen erop. En dan kan ik zeggen... Dan zijn we er toch? Ja, dan moet ik mijn hendel gebruiken en dan schiet ik hem af. Mijn lijn moet stoppen lopen. Daar blijf je hem aanspannen. Oh ja. Dat is wel effectief. Even kijken, kun jij hier een touw maken? Cornelius springt in die 3 centimeter waar je neer mag springen. Ja, omdat ik erboven wilde en... Ik, lekker. Ik bedoelde Marjolein, als jij op die muur gaat staan... ...en dan daar vandaan een touw maakt. Ik kan het niet zien. Als ik hier sta, kan ik jou niet zien en de kist ook niet. En als ik 2 kisten bouw? Ah. Ja, is goed. Hoppa. We zijn binnen. We zijn vijanden met heel veel explosieven. Ze zijn in mijn trap gelopen. Huh? Zie je dat? Ik moonwalkte door de lucht. Het kasteel is heel fancy en roze. Precies. Ah, poinkers. Poinkers? Is een ramding voor Corné. Voor 2 flesjes. Hier is een gevaarding. Oh, er zijn ook vijanden. Man. Ik gooi die vijanden wel in de prikkels. Wat is dit voor systeem? Die kan naar links en naar rechts. Oh ja, dan moeten we dat bevriezen. En dan kan die naar beneden. En dan die rechts, daar kan ik niks mee. Oh, wacht. Tom, ik heb een tonnetje nodig. Een blokje, hier. Op deze plek. En dan? Nog eentje, ik heb er 2 nodig. Wat wil je? Kan ik mijn kloon daarin sturen? Oh ja. Dan moeten we eerst die naar beneden doen. Dan moet je even bevriezen. Bevriezen? Ja. Of, ik bedoelde eigenlijk het licht van Corné, maar dat kan ook. Nu moet je kloon lopen. Ja. Dan moet hij zo. Dan moet je hem ontvriezen. Dan gaat hij naar links. Dan moet je hem weer bevriezen. Dan halen we die naar beneden. Dan kan Corné de touw kapot slaan. Kijk hoor. Ja. Vijanden. Hij ook.
vechten, Corné, of is het slag? Hey, ik vond het wel mooi met die explosieven die je gooide, dat ging een beetje efficiënt. Ik geloof dat de achterhemel wil. The bastion of hope will never surrender. Not as long as I'm here. Daar is weer een touwtje daarboven, die kan kapot. Drie keer misschieten, hè? Wat heb jij gevonden, Corné? Een secretair. Oh ja. Oh, een kistje ook. Daar is een touw boven, daar moet denk ik Marjolein eens doen. Oh nee. Huh? Moeten we naar achteren zien te krijgen. Maar hoe dan? Dat weet ik. Wat moeten we naar achteren zien te krijgen? Deze plank. Ik zou niet weten. Zie je achter? Oh, nee. Is dit een schuifsysteem? Ik denk dat we hem hieronder trekken. Kijk. Waar kijk ik naar? Ja. Doet het iets? Nee. Oké. Okay. Er zit inderdaad een soort van rails. Het is alsof je vanaf links moet duwen, lijkt het eerder. Hij gaat onder de muur door aan de linkerkant. Wil ik even gaan kijken? Als ik moet beuken dan. Ja, zo ver naar links kunnen we niet, denk ik. Nee, dan zijn we hier weer. Nee, dat kan het niet zijn. Een raar systeem. Geen idee. Verder dan maar. Ja, maar ja, ik weet best ook hoe. Ik kan er gewoon zwemmen. Dit is een beuksysteem voor Corné. Ik heb met heel veel moeite de dingen hier heen getrokken. Corné moet een beuksysteem uitvoeren. En nu? Dank je. Moet er een plank tussen, denk ik. Nu moet je hierboven een beuksysteem. Kun je die lichten? Ja. Dan blijft hij staan als je hem licht. Met je kloon. Ja. En dan kan ik hier een brug maken van 2. En misspringen kan ik ook. Ik kan het maken. Misschien zag je niet dat je bezig was. Ja. Flesje. Top, er zit een robot hier. Als die een bom gooit, kan je hem vangen. Gooi hem gewoon van de mappa. Ah. Lekker voor hem. Gooi gewoon de hele robot van de mappa. Ik hoest even. Ja, dat is goed. Hey, ik wil weer hamsterballen. En dan moeten we onze eigen hamsterbal maken. Ik wilde dit ding daar naartoe slepen, maar ik heb mezelf een beetje geflasht. Ik kan daar niet komen. Kunnen we hier onderlangs? Nee. Kun je hier een ijsje maken? Maar... Ja, en dan... Ik weet niet waar... Waar... Ik zie het niet. Ja, is goed. Ik zie niks. Is goed. Ik wil hier een bal. Kan ik een bal inzetten. Wacht. Zo. Ik ben onze hamster. Oh ja, dan gaat die omhoog. Het is gewoon een lift, dan kun je gewoon opstaan. Doe maar. Nee. Jawel, ik was daar net al op. Ja, maar jij moet een touw maken die dat ding naar boven trekt. Jij moet daar op.
Jij moet die, aan die haak moet jij die lift naar boven trekken. Oh. Kijk, dus jij houdt hem vast. Kijk. En dan kan Corné hem lichten. Yo. Ja, maar ik weet alleen niet waar ik om moet richten met mijn licht. Heb je niet hoger dan dit? Nee. Wel, ik liet de volgende keer los. Ja, nu kunnen we er onderdoor. Kun je hem bevriezen toevallig? Ja, nu kunnen we onderdoor door het water. Safe point. Is er een beuk ding? Oh. Was dat verdrinken? This port is where I first met my fellow knights. What a shame, it's in ruins now. Stuck up roots made an everlasting impression. En daar kan ik dan weer eens ophangen. Enough reminiscing. Come on, it's time we leave our own marks on those treacherous tin men. Oh, die jump kan ik niet maken. Dit is wel fancy, dit. Kan niet op deze manier. Oh, we moeten daar op. Kan ik met een kist wel doen, denk ik. Springen Corné te vallen. Nope. Ja, lekker. Pas op, hier is een ontploffingskist. Er is ook een knop. Oh, er schiet een kanon af. Cool. Destroy an enemy using a spitter plant, kreeg achievement. Ja, ik ook. Misschien moet je de geest van het ding afhalen, Corné, als we daar gaan lopen. Oh, mijn kloon! Yo. Ik vind dit ook een achievement, vermoorden je eigen kloon. Oh, moet gaan pompen, Marlijn. Ik kan die dikke kloon niet neerzetten. Ja. Nee, dat is goed. Oh, yo. Wat is een systeem? En nu? En nu? We moeten daar op. We moeten erop. En daar is een haaksysteem. En dan kunnen we nu. Kun jij hier een ding maken, een touw? Ik kan niet stoppen met springen. Ja, dat is goed. Ik ben lekker. This place is immense. It just keeps on going. Spiegelkist. You get a good workout just running from one place. Daarachter is een ontploffingstom. Well, how are we to know which one of the clockwork monsters has stolen the various magic powers? Dat kan, maar we moeten eerst dat luik daarboven op de een of andere manier openen, denk ik. Kloon, doe je ding. Die moeten we raken. Kan jij weer twee kistjes maken? Dat luikje moet open. Dan kan ik aan dat hangding gaan hangen met mijn kloon. Is misschien. Welk hangding? Misschien geen hangding. En daar in het midden. Oh, daar! Oh ja, dat is het. Ja. Lekker. Ja, en dan moet Marjolein daar doorheen schieten met een vuurpijl. Kijk, dat is goed. In twee. Wat? En dan moet ik gaan lichten. Dit moet gelicht worden. En dan gaat hier een lift worden geactiveerd. Ja. Kijk, hier beweegt nu iets. Dan komt denk ik zo naar beneden. Ja. En die moet ook weer gelicht worden. Dan gaan we omhoog. Ga mijn kloon. Nee, ik heb hem al weggehaald. Ik moet eigenlijk even kijken of er een knop is dat ik hem kan in één keer eten. Welke willen jullie geheist? Geen. Geen. Oh, vijanden.
Oh. Oké, wacht op jullie. Nee. Het ding loslaten. Je kunt op die ketting springen. Je kunt op die ketting springen. Oh. En dan daar vandaan op die plank. Ja. Daar vandaan op die plank en daar vandaan naar mij. Nee, spring. Nee, dat is een. En nu. Mesje boven ons, Corné? Dat gaat niet meer. Kijk, heel goed. Dan zijn we in een luchtschip. Corné daar misschien het luikje nog kan openen. Nee hoor, ik moet even. Wil je het luikje openstaan? Ja. Kijk, flesjes. En dan is hier een grote hendel. Die we niet kunnen gebruiken, blijkbaar. Heb ik al gebruikt. En dan komt hier dat ding uitgeklaard. Okay. Plank. Ja, dus het luikje kan netjes. Ik daar een plank op zetten. Dan kan Marjolein hier een brug maken. Wow! Kunnen wij daar ook op? Vijanden. Help! Sorry, we zijn even bezig. Niet meer gevallen. Dus ik ga hem halen? Ja, nou, die plank is weg, dus ik kan niet meer naar boven. Ik probeer te kijken waar ik naartoe kan nu, want die plank is weg. Dan gaan we helemaal naar beneden vallen ook. Oh, lekker! Je bent doodgevallen zelfs. Zeg het. En ik span weer op de zeppelin. Oké. Okay. Marjolein, nu is de vraag. Kan jij doodgaan? Ja, dat kan ik wel. Oh, niet dood genoeg. Span je nu bij ons? Ik hoop. Ja, lekker. Hier is een kanon, pas op. Corné moet denk ik het kanonding redirecten. Ja, die kan Marjolein verplaatsen. Ja, hij moet lek, denk ik, ballon. Ja, dat denk ik ook. Kijk. Marjolein glitst bij mij heel erg. Ja, kun je hem zo houden? Ja, en dan ga ik kanonnen en dan gaat Corné redirecten. Lekker. Dan kunnen wij erin. To dismantle every rock in the Bastion of Hope and transport them back to the capital. Ik teleport die mannen naar elkaar. Lijpe feit. Ah, het is een deuropeningssysteem. Hey yo. Dit kunnen we gieten misschien. Ik kan iets gieten. Ik weet niet of die haak rechts, die haak rechts, onderdoor. Ja, vastmaken, ja. Ah, dus stekelbollen. Dit is een interesting little workshop. The new airship hangar. Airboats are any better than sea boats. Maybe after all this, I should take Margaret on an airship. Hier, zo kunnen we hem tegenhouden. Lekker. Oh, Marfia. Sorry. Maar waar willen we heen? Ik denk gewoon waar die bollen vandaan komen. Ah, ik kan er niet aan hangen, blijkbaar. Het is een timing kwestie. Ik niet best zo goed in. Ik kan wel hier komen. Ja, voor mij. Dat was mogelijk mijn schuld. Ik zie de haak. Hier is ook een save point. Mooi, nog geen eerste. Ik heb mijn hamsteren. Hier zijn twee hamsterballen. Oh. Ik,
waarom heb ik de kleinste? Je hebt geen hamster. Dit doet niks. Je moet de andere kant op hamsteren. Ja. Lampjes. Ja, ik moet wel wat doen, want anders komt valt hij van mijn lijn op slot. Komt een plateau aan. Kijk, ja. Ik kan niet van mijn lijn op slot zetten. Je moet hem vasthouden, je moet hem vasthouden. Ik kan niet meer terug. Je kunt er overheen springen. Ik kan ook lopen, toch? Ja, we moeten alle drie lopen. Oké. En dan? En dan komt een plateau naar voren. En dan? En die kan misschien bevriezen. Nee, ik kan het rad op slot zetten. Met mijn kloon. Hij is al op slot gezet. Kun je op slot gezet? Nee, heb ik mijn kloon gedaan. Vijanden, ik gooi hem de map af. Doei. Oké. En de volgende. Een bom, meneer. Oh. Maar Marlijn, die schoot op de kristal. Toen flipte we. Ik snapte dat je de man wilde. Hoppatee. Ik heb een man. Grote man. Die moeten we in laten treppen. Die grote man. Kom maar meneer. Lok hem op de brug. Meneer, kom maar. Meneer, hier is het licht. Ja. Hij schiet zelf op de ding. Dat is ook cool. Nee, kom nou. Ja, pak hem. Lekker. Goeie tactieken. Tot ziens. Goeie tactieken. Sla. Een schep. Een rolsteen. Ja, op een sla. Ja. Dit is een kanonachtig ding. Hij maakt sla verrot. Zie je dat? Kun je die andere sluien ook verrotten maken? Ja, maar ik wil niet dat Marjolein erin gaat. Het lijkt wel rooi. Kom. Ja, willen we dit? Weet ik niet. Nu hebben we verrotte sla. Oké. Ik weet niet wat daar nut van is. Oh nee, wacht. Dat is een versteningsstraal. Ik denk dat we dat hier leren, dat dit een versteningsstraal is. Oh ja. Yeah. Dat het dus niet magie is, maar dat het die orb is. Er is een sla en die. Ja, die houdt het kanon bezig. Ja, die kan ik tegenhouden. Oh. Oké. Okay. Alle knoppen hier schieten dat kanon af. Kunnen wij dat kanon niet tegenhouden? Ja, ik kan het wel tegenhouden. Zodat wij er langs kunnen? Ja. Ik zie hier nog een bovenkanon. Lekker. Dat kan niet. Dit lijkt me een klaphek. Ja. Ja. Idee? Gewoon gaan. Oh, ik klap toch langzaam omhoog. Ah, ik stond er nog wel op de sla. Ja. Druk hier. Ik wil die dingen eigenlijk draaien. We zullen daar toch naartoe moeten. Ik denk dat het een kwestie wordt van timing. Ja, even opruimen. Ja, even opruimen. Doe maar een soepeltje, Corné. Timing. We hebben 0 levens. Zwaartje in de muur misschien? Ja, dat kan. Maar dan moet ik wel als eerste gaan, want ik kan het nu niet halen. Oké. Okay. Maar wat hebben we aan een zwaartje in de muur? Ik teleporten, maar hoef niet bang te zijn. Oh ja. En dan zullen jullie in elk geval aan de overkant. Heel goed. Oké, nou, dat kom ik nog. Ik doe het gewoon. Hé, die komen heel snel achter elkaar. Ik werd opgelicht door het patroon. Ik weet niet wat ik ga. Drie tegelijk. Kanon, ga van die knop af. Dat is een kanonhendel. Oh ja, lekker dit. Lekker dit. Wat willen we? Er ligt een stiekelbol op een zwaartje. Ja, ik ben... Oh, Corneo.
Dat licht. Jongen. Rustig. Nee. Waarom kan ik niet houden? Hebben jullie mijn zwaard nog nodig daar beneden? Ja. Ja. Ik denk het niet, maar... Ik kan het niet. Ja, kom maar. Ik heb nodig dat het patroon gewoon doorloopt en dat er niks voor tegenhoudt. Ja, dat kan niet. Wanneer redden we het? Ik weet niet of Tom mijn zwaard nodig heeft. Ik ben er al. Ik heb je zwaard niet nodig. Dat zei ik al. Pas op, als je daar aan hangt word je beschoten. Oh, jongens. Ik wilde op mijn zwaard springen. Ja, dat heb ik. Dat wilde ik ook. Maar nu kennen we dit stuk, dus makkelijk. Klopt. Ik ben Corné. Nee? Corné? Ja? Ah, ik ben zelf. Tuurlijk kan jij zelf zijn. Lalala, dit stuk kennen we. Ja, bla bla bla, hangen. Ik moet eerst een kanon tegenhouden. Oh ja, zo snel. Jongen, waar heb je? Corné! Jongen, Is geen zwaardje, ik ben bang. Er hoeft geen zwaardje. Voor jou niet. Nee, Corné! Niet het patroon veranderen! Oh. Ik moest wel, ik sprong. Nee, je moest niks, je moest wachten. Ik kan ze misschien nu stoppen. Jo. Yay! Nou, zo werkt het ook. Ja, dat was te verwachten. Vijanden. Ik loop van de map af. Wat doe je? Weet ik niet. Ik denk dat ze mij wel lijken. Ik vind het jammer dat als ik ze parry, dat ik ze niet voor iedereen parry. Oké. Okay. Al die versteende soldaten, wat heb je hier gedaan? Ja, oké. Okay. Jij kan niet iets omhoog gieten, hè? Of wel? Oh wacht, ik kan misschien hier zelf een ding maken. Ik kan wel deze schans die we net hebben. Kun je deze niet beuken? Wacht. Ik kan niet omhoog beuken, maar dit is wel een schans volgens mij wat hier staat. Ik weet niet hoe die naar links. Kun je deze niet gewoon beuken? Nee. Er stond hier net een schans beneden, maar die moet naar rechts. Ik weet niet hoe we dat moeten doen. Gewoon duwen. Maar dan wordt hij tegengehouden. Ik ook. Wat hebben we hier aan? Als ik nou dit doe. Pak dit. Oh. Ik weet niet. Als ik. Ben je net toen wat je deed met de plank? Ja. En dan. Marlijn, mag ik even een touwtje? Oh. Sorry. Dat is het. Dan ga ik hier omhoog. En dan ga je die bal ernaast houden. En dan? Nee, ik dacht dat ik hem maar een beetje aan hoefde te tikken. Ga even terug daar naartoe. Blijf staan. Zet ik hier een plank.
Kan eventueel een bal eventjes zo bevriezen, zo vasthouden? Ja, doe maar. Dat kan dus niet. Ik kan jouw dingen niet. Nee. Belampen. Ja, dan hebben we. Kom, 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 kom. Ja, lekker. Oké. Dan maak ik hier even een dubbele brug. Dan kunnen wij er... Oh, dit kan ook. Ja, ik... Ja, ik kan. Ben je teleporteren, hè? Ja. Dit ziet er gevaarlijk uit. Small petrified knights. Hate to say this, but... Ik kan wel gewoon moeten beuken. Ja. Hier links ook. Kun je dat ook beuken? Voor een secret wellicht? Nee, niet voor een secret. Gewoon voor de fans. Ja. Dit maakt het wel wat makkelijker. Oh, die niet. Oh, die laatste weer niet. Oh, die kan ik zelf stampen. Oké. Okay. Filmpje. Volgens mij. Ah, de bos. Yo, wat een beest. This is... Robotkip. Dit is een soort chocobo. Oh, lizard. Er zit daarin. Oké. Valeriebot. Ik kan de spikes kan ik neerslaan. Ja. En ik heb hier iets met een... Ik heb hier een ijzeren staaf. Die kan in het kanon. Nee, die kan niet... Ja, die kan in het kanon. Ja. Maar je lijn kan hem misschien vuren. Ik kan 3 seconden een laser... Ja, ja, bam. Lekker. Wat nuttig. Yep. Oh jee. Wow. Lekker niet. Pot. Ik kan hem niet. We hebben hem nauwelijks gedamaged. Auw. Auw. Ik loop maar in die ammo. Oh, dit doet wel damage als ik een steen op zijn kop gooi. Ja, ik denk dat dat de manier is. Want ik kan niet in de buurt komen van hem. Dan ga ik ook. Maar je hoeft ook niet in de buurt te komen. Nee, kijk, maar we hebben stage 1 kapot. We zijn nu stage 2. Ik heb nu een sla. We moeten eerst de sla laten butterfyen. Zodat we hem kunnen afzetten. Oh ja, dat zou kunnen, ja. Ik rem even die spice op. Ja, ik heb hem laten butterfyen. Hij zit erin. Hij heeft zijn shield. Je kunt niet op hem schieten als het een shield is. Oh. Ik heb die spikes al op zover ik kan. Hier, hup, kogel zit erin. Hij moet in het midden staan en niet een shield zijn, denk ik. Lekker dit. Op hem. Oeh, doorbreken zijn shield. Ah, ja, lekker. Ik heb gewoon met de kanon. Okay. Good to know. Steen gooien. Oh, nee, nee. Marjolein, blijf. Ik ga voor je staan. Ja, hij is gekipt. Hij is gekipt. Hij heeft het ding versteend. Hij heeft het kanon versteend. Heb je een machine die... Dan moet ik daar tegenaan beuken. Bob. Hij gooit een vuurbom. Dat is een beukplek. Heb je een sfeer van mij? Ik bom hem in zijn gezicht. Ik moet dat ding bommen. Kijk maar, er staan ontplofdingen bij. Ik pak die bom die hij gooit, die zet ik ervoor. Oh ja, goed. Ik ben gecoast. Yes. Moet de volgende bom moeten denk ik in. Dat denk ik ook. Nee, help mij. Van deze last player alive. Lekker hoor. Bom zit erin, bom zit er niet in. Uitkijken waar hij schiet. Bom wil ik erin, mag dat? Nee, er zitten spikes voor. Waar is de spike man? Die spike man staat hier veilig bij zijn aangezien die de last man alive is. Maar ik kan niet verder als die spikes zijn.
lekker dit. Ik. Oh. Spike. Bom kan hier niet in omdat er spikes op zitten. Lekker. Lekker. Ik kan die bommen er steeds niet in doen omdat hij hem spiked. Die dat spikes moeten kapot. Dat heb je pas 7 keer verteld. Ja, dat klopt. En nu kunnen we... Maar we zijn niet goed genoeg, yay! Nee, dat is het niet. We moeten gewoon die spikes kapot maken zoals het plan was, wat we hebben uitgesproken. Ik dacht, als ik gewoon blijf leven, kunnen we het langer proberen. Dat is... It's... This is... Your friend's magics are inside the lizard. Ik vind hem meer een kip dan een lizard. Ik ook. Alle dieners zijn altijd kip geweest. Zo. Kippa. Kijk, en nu kunnen we hem hitten. Mag ik onder jouw plank? Waarom mag ik niet met jou? Je mag onder mijn plank. Ja, je hebt best. We moeten hem hitten. Ik doe mijn best. Sla moeten we put fire. Ik moet eerst spikes hier weghalen. I couldn't help but wonder what role did the cabbage cart play in solving the puzzle. Kom op, ja, in het kanon, in het kanon. Alleen je kan schieten. Oh, verkeerde pijl. Ah, jongens! Kut ijsdingen. Weet je wel. Okay. Bom lijkt helemaal niet in te kunnen. Komt er dan in? Ik pak die bom, ik doe hem erin en dan ontploft hij. Dan ontploft hij. Moet je die bom niet ontvuren? Met ijs of met licht? Ah, dat is een idee. Het licht kan ik niet doven. Ik denk dat je hem moet ontvuren. Ja, ja, dit is het. Ja, was het? Ik ben ook last player alive. Oh, kieken. Ah, het is stom, dus dat is goed. Nou, ik heb er nog één hit nodig, denk ik ook dood. Oké. Daar is de kanon is kapot. Waarschijnlijk moeten we gewoon dan... Die man bommen. We moeten hem nog hitten sowieso. Ik ben dood. Lekker. Wat? Dus eerst gewoon een kogel, dan de sla, dan ontijzen. En de tweede keer is het waarschijnlijk gewoon die bom in zijn gezicht houden. Ik ben Corné.
ga ik vanuit. More petrified knights. I hate to say this, but poor fellows. Your friend's magics are inside the lizard. De ijs. Oh, ik ben nu al gehit. Laat mij dan schieten. Sorry, ik wilde je beschermen omdat ik hem zag bliepen. Ijs. We couldn't help but wonder. Hij is waar. Op het kanon. Ah, ik heb een verkeerde pijl geselecteerd. Ja, mooi. Moet je raken. Ik vind het zo vaag dat ik gewoon geen andere mensen kan schilderen. Of ik moet echt precies op ze staan. Ja. Ik kan wel schilderen met mijn muur, kom ik net achter. Kijk, één bom moet er naartoe. En dan die andere moet je onteisen. Ja. Heb je ijspijlen, Marlijn? Ja. Just checking. Hier, Kevin. Hallo? Oh, hij is al op ijs. Ja, hij zit erin. Wat? Wacht tot hij in het midden staat. Ja. Ja. Wel. Kom onder mijn schild. Ja. Ik deed het bij zo. We kunnen nu hitten. Moeten we nu van de bommen naartoe gooien? Dat doe ik wel. Of het moet, weet ik niet. Ja, hij krijgt wel damage. Ja, ik heb wel damage, maar. Maar goed, we zitten nog steeds. Niet de... Ja, hij heeft gewoon HP nu. Ik werd gebomd. Ja, ik kan het namelijk niet zo heel lang volhouden. Kun je dat ding niet shielden? Nee, maar 3 seconden. Maar ik hang mijn zwaardje nu, dus hij is aan het blenderen. Ja, dat is goed. We zitten ook in ons laatste leven. Slaan. Hij is bijna dood, Zwaardje, doe je ding. Niet ver genoeg. Dat is eng. Verkeerde kant op. Ja. Oh. Lekker. In één keer. Er zit een ring in. We hebben hem één keer verslagen. Barbara. This is extraordinary. And disconcerting. I think this belongs to Valerius. But what if it's not his? What if it's... Hij is een zombie. Hij ziet er best uit. Will we end up with Wilhelmina in Valerius's body? Your fancy pants is right. We should study this first. Yes, I propose a hands-on experiment. Oh jee. Dit gaat zo mis. Wat? Dit is niet waar ringen horen. Het was ook geen ring. Het was ook een soort knik. What happened to all the metallic monsters? Amadeus, when did you get here? Looks like we delivered our part of the deal. Now we need your help in taking down Sonny and Godric. And finding my children. And restoring the night! Let's see what we can do. Dat is belangrijk, though. Yeah. What? Dat is dat schip waar die kinderen gevangen zijn.
hoor. With her powers of... En daarmee komen wij op de laatste map. Act 5. Daar gaat het gebeuren. Ik denk 1, 2, 3, 4 levels zijn. Daar lijkt het wel op, ja. Dus we gaan het meemaken, dames en heren. Ik ben zeer benieuwd. Ja. Spannend. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Joe. Dat rusten.